Het woonzorgcentrum van Amaris voor Anker heeft een speciale afdeling voor mensen met dementie. De medewerkers van Amaris zetten zich met hart en ziel in om ervoor te zorgen dat ouderen met deze problematiek zich veilig en vertrouwd voelen in hun nieuwe woonomgeving. Amaris voor Anker met Wilma van Duin. De medewerker relatiebeheer is het contactpunt voor ouderen. Soms moet er snel geschakeld worden. Bij deze groep mensen is het wel zo dat ze vaak komen op het moment dat het echt niet meer gaat in de thuissituatie. En dan willen ze dat er eigenlijk ad hoc meteen iets gedaan wordt. Dan komen ze bij mij en dan kan ik ze proberen verder te helpen. Het belangrijkste is dat ze willen weten welke zorg leveren jullie. En is dat ook de zorg die wij willen voor ons partner, geliefde of familielid? Als je dat kan bewerkstelligen, dan heb je een goed gevoel. En ik denk wel dat wij daar heel sterk in zijn. Ik mag een potje bij jou. Jij mag een potje. Ik ook. Meneer Van Etten is 78 jaar oud en woont sinds 2013 in Amaris voor Anker. Van Etten heeft dementie en kon niet langer meer thuis wonen. Mijn man heeft de diagnose gekregen begin 2012, januari, februari. Familie van Piet, die zeiden ook van, oh, Piet is zo veranderd, hij is zo rustig en zo een beetje warrig en gekke dingen soms. En dan moest je er eigenlijk nog om lachen. Maar op een gegeven moment de fietsen achter op de auto binden en dan dacht ik, wat doet Piet toch vreemd? Maar ik mocht niks zeggen, want ik kan het allemaal zelf, ik kan het allemaal zelf. Twee dagen in de week ga ik naar Piet toe en dan is voor onze vakantiedag. We lachen en heel fijn. Op de andere dagen is meneer Van Etten vaak te vinden bij de biljarttafel. Als voormalig kampioen driebanden brengt hij die kennis graag over. Wat ik zo overdag doe, biljarten. Ik geef wel les biljarten. En nou heb ik tegenwoordig, krijg ik steeds meer mensen die dat willen. Ik zou voor Anker bij anderen aanbevelen, omdat iedereen een eigen huiskamer heeft met een keukentje en een grote badkamer en dat er dan nog een aparte huiskamer is. Beneden is een grote eetzaal. Het eten, dat is heel gezellig, aangenaam en goed verzorgd. Ja, heel prettig personeel, heel vakkundig, maar ook heel toegankelijk. Dat vind ik ook heel belangrijk. Maar veel aandacht en geduld, vooral geduld naar de bewoners toe. Nou, daar neem ik mijn petje vooraf. We voelen ons eigenlijk allebei thuis hier ook. Amaris voor Anker werkt belevingsgericht en houdt rekening met het dagritme en de wensen van de bewoners. Als iemand hier nieuw komt wonen, dan vraag je toch hoe de thuissituatie was. We willen ze er altijd wel bij in betrekken. We gaan in een huiselijke situatie, dus we hebben gezamenlijk gaan we met ze eten. Nog een keertje, 20 keer. En de mensen gaan ook wel eens richting fysiotherapie. En dan kunnen ze onder leiding van de fysiotherapeut kunnen ze ook in de fietslabyrint gaan fietsen. Dat hebben ze een beeldscherm voor zich, dan lijkt het net of ze door het dorp heen fietsen. Dus voor deze mensen is het heel prettig, want dan denken ze van we rijden door het dorp. Mag je naar die lekkere stoel? Gaat u even daar nog zitten? Ga ik u een kopje thee hier brengen? Ja? Wow. Ja, waar gaan jullie daar naartoe? Ja, ik ga met u mee. Mevrouw Baas woonde eerst in de aanleunwoning van Voor Anker. Nadat dementie was vastgesteld, is ze verhuisd naar de afdeling voor mensen met dementie. Haar schoondochter bezoekt haar geregeld. U wilde altijd naar Voor Anker? Ja, dat heb ik altijd gezegd. Als het zover is, dan wil ik in Voor Anker, dan ben je meteen thuis. Dan heb je alles meteen, dan ben je meteen thuis. Ja, u kwam er heel vaak, hè? Ja, ik heb heel veel mensen daarop gezocht. Ik had dus een hele goede kenniskring. En dan zei ik altijd, alles, als ik zover ben, moet ik hierheen en ergens anders. Ik zou Voor Anker willen aanraden, omdat ze betrokken zijn. Wij kunnen altijd met vragen terechtkomen. Als er iets is, ook vriendelijk, rustig erop ingaan als het niet helemaal goed is. En ja, dat is gewoon zoals het hoort eigenlijk. Zoals je vindt, van zo zou ik zelf behandeld willen worden. Alles wordt voor me geregeld en verzorgd. Ja. Maar ja, omdat er ook meer kinderen zijn natuurlijk. En met elkaar, ze zijn onderling ook zo goed met elkaar. Ja, dat is alleen, daar kan ik alleen maar dankbaar voor wezen. Ja.